Het laatste boek dat ik gelezen heb, wat buiten dat kader valt, dat was, als ik even een titel, ik denk dat de titel is, De dood van een non, vraagteken. En het gaat over de verdwijning van een non in 91. In samenhang met waarschijnlijk seksuele aberraties binnen de kerk. En waarschijnlijk was de verdwenen non getuige geweest van seksspelletjes met een zekere kanunnik. En het lijkt erop dat ze gewoon geliquideerd is. Maar het boek heeft een open einde en ik weet niet hoe het uiteindelijk afgelopen is. Of er een onderzoek geweest is en wat het onderzoek opgeleverd heeft, weet ik niet. En het boek is van 91, dus nu zitten wij al een tijdje volop in de pedofilie-schandalen rond in de kerk enzovoort. Maar dus in 91 werd dit thema al aangekaart in een boek, of in verschillende boeken, denk ik. En er is blijkbaar geen gevolg aan gegeven. Dat is eigenlijk wel... In een rechtsstaat zoals België is dat slecht te geloven. En dat kadert dan uiteindelijk ook weer in mijn verontwaardiging over de mistoestanden binnen de... En de corruptie en de illegaliteit die mogelijk is, ongestraft blijft in België.